Zag je dat filmpje? Dat was een hele kleine samenvatting van een filmpje wat je op YouTube kan vinden. Ik zal hem ergens linken. Waarin 1 miljoen kilo plastic in 20 minuten uit een rivier in Guatemala wordt gevist. Dat filmpje liet Boyan Slat zien op het Amsterdam Business Forum in Amsterdam vorige week. 1 miljoen kilo plastic in 20 minuten. Als je het filmpje doorkijkt, dan zie je dat het hek het helaas begeeft en het plastic, terwijl het ook het hart van Boyan breekt, doorspoelt de zee in. Wat een verhaal had die gozer op het podium. En zoals ik met 2 andere filmpjes heb gedaan, vat ik ook zijn verhaal samen in 1 les die mij in ieder geval bijblijft. En die gaat over het woord Unexpected Learning Opportunities. Goed vertaald naar het Nederlands: fouten. Nou wordt die geinig. Ik ken genoeg organisaties die zeggen: je mag hier fouten maken, maar ik ken er maar weinig waar dat ook echt gehonoreerd wordt. Boyan Slat doet iets met zijn organisatie wat niemand doet en niemand durft en niemand ooit gedaan heeft. Namelijk al het plastic uit de zee weghalen. En dat is knap werk. Maar het nadeel is, als niemand het ooit gedaan heeft, dan weet ook niemand hoe het moet. Dus dan kun je ervan uitgaan dat je steen op steen, plastic zak op plastic zak, van fout naar fout zult huppelen. Als het je niet lukt om fouten te zien als leerkansen, dan ga jij nooit verbeteringen door weten te voeren. Dat is de kern van zijn verhaal. Daar praat hij 20 minuten over. Maar wat mij bijblijft is, als je fouten niet leert omhelzen, dan zul je nooit oude patronen doorbreken en nooit innovaties voor elkaar krijgen.